Meer controle en een beter overzicht voor telers. Dat is waar het softwareplatform eGrow voor dient. eGrow zorgt ervoor dat relevante data in kassen overzichtelijk wordt gebundeld en omgezet naar real-time inzichten voor data-driven precision growing. Het nemen van data-gedreven beslissingen, dat wordt eigenlijk steeds belangrijker. Zeker omdat je met data kan je dus heel veel doen. En eigenlijk is het zo dat vaak professionals, ook telers, gebombardeerd worden met heel veel factoren in het dagelijkse werkleven. Weersveranderingen bijvoorbeeld. Nou, als je dat soort zaken beter weet, kan je daar snel op anticiperen. De grootsensor die wij bijvoorbeeld hebben, die meet het water wat er in een substraat zit. En als je dus weet hoeveel water er zit, je hebt het inzichtelijk in een dashboard, kan je daar dus beter op sturen en dus beslissen van wat kan ik hiermee het beste doen. Moet je meer water geven, minder water geven? eGrow is ontwikkeld samen met telers en werd officieel gepresenteerd tijdens een beurs voor de tuinbouwsector. Horti Contact Go 2019 in Gorinchem. Op de stand van de ontwikkelaar van het platform, Grodan, een bedrijf dat teeltoplossingen biedt, kon men op een groot touchscreen alvast kennis maken met eGrow. Ja, dat is een interessante tool volgens mij voor de verdere ontwikkeling van de internationale glastuinbouw. Ja. Het is zeker geen sector die stilstaat en ik denk dat de hele data gebeuren er goed in past om tegenwoordig ook nog alles te kunnen optimaliseren en van elkaar te kunnen leren. Ze willen klimaat in de kas real-time blijven volgen, waar je ook bent. Ja, dat soort dingen zijn gewoon ontzettend belangrijk. eGrow kan worden gekoppeld aan de meest voorkomende klimaatcomputersystemen en is beschikbaar op zowel smartphone, tablet als desktop. Nou, ik denk als bedrijven alleen maar groter worden en er meer tiltkennis beschikbaar wordt, dat het wel echt een oplossing gaat worden. Dit is het begin. Het is voor de toekomst willen we eigenlijk, eGrow is een open platform. Dus we willen eigenlijk partners uitnodigen om ook van eGrow gebruik te maken, zodat de tuin er eigenlijk één scherm heeft waar die alles via binnenkrijgt. De lancering van het eGrow-platform staat niet op zichzelf. In 1969 stond Grodan aan de basis van duurzame tuinbouw door de teelt op recyclebaar steenwol. Met het eGrow-platform zet Grodan de volgende stap naar een verdere verduurzaming van het teeltproces.